Advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden, Hugo Esset, zegt dat hoofdverdachte Desi Bouterse zichzelf in de vingers heeft gesneden door zich onder andere te beroepen op een verklaring van Peter van Haperen, toenmalig lid van de Nederlandse inlichtingendienst. Het is gisteren uit getuigenverhoor gebleken dat Bouterse leugens heeft verkondigd omdat de zaken waarop hij zich beroept niet kloppen, meent de advocaat. Dus ik denk dat het beroep van de heer Bouterse op de verklaring van de heer Van Haperen, hij zich juist in zijn eigen vingers mee heeft gesneden. Vervolgens heeft de heer Bouterse zich beroepen op de verklaring van de heer Phoenix, waarbij hij gezegd zou hebben, de heer Bouterse, dat hij aan Phoenix de opdracht gegeven zou hebben om een vliegtuig klaar te houden, om de mensen naar het buitenland te vliegen. En meneer Bouterse vindt dat dat dus bewijs is dat hij niet van plan was om de mensen te vermoorden. Nu, de rechters hebben de verklaring van de heer Phoenix weer voorgelezen. En uit de verklaring van de heer Phoenix blijkt dat hij op meerdere momenten bij zijn verhoor uitdrukkelijk heeft gezegd: ik heb van Bouterse nooit de opdracht gekregen om een vliegtuig klaar te zetten. Dus ook dat is een leugen van de heer Bouterse. De getuige heeft volgens Esset juist verklaard dat hij geen opdrachten van Bouterse heeft gekregen. Dat Bouterse heeft bevestigd dat hij op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia aanwezig was, maar bepaalde zaken niet heeft gehoord. In tegenstelling tot de verklaringen van zijn vrouw roept veel vragen op, meent Esset. Of hij in het fort was op 8 december, dat heeft hij bevestigd. Wanneer hij er was, wist hij niet meer, want het was een komen en gaan. Hij ging en hij kwam, zegt hij. Maar toen is hem gevraagd of hij wel schoten heeft gehoord. En toen heeft hij gezegd, ja, ik heb schoten gehoord. En op de vraag, bent u toen niet gaan onderzoeken waar die schoten vandaan komen, heeft de heer Bouterse gezegd, vandaag in de rechtszaal, dat hij ervan uitging dat die schoten intimidatieschoten waren bij het verhoor van de verdachte. Hij heeft gezegd dat het gebruikelijk is dat wanneer je verdachte verhoort, dat je ze af en toe intimideert en dus een schot lost om ze te laten schrikken. En hij neemt aan dat dat gebeurd is. Maar hij heeft geen schotenen gehoord, hij heeft af en toe een schot gehoord. Nou, meneer Bouterse spreekt dus niet de waarheid. Esset zegt dat gisteren uit de mond van Desi Bouterse nog meer bewijs op tafel is gekomen voor zijn schuld, waaronder zijn medeplichtigheid bij de decembermoorden. Esset typeert het verloop van de zaak gisteren als een goede dag in het proces.